Het enige wat ik nog weet is we raken de klap. Daarna kom ik bij, ik sta in de sloot en ik zie mijn vriendin gewoon in de auto zitten, in de goal zitten, niet bewegen. En dan word je helemaal gek. Dit is zo'n zaak die de kijkers van Bureau Brabant zich wel herinneren. Ook voor persofficier Janine Kramer is het een zaak die haar is bijgebleven. We wilden heel graag weten wie is die bestuurder en met behulp van het publiek zijn we daarachter gekomen. Ja, daar waren we wel heel blij om, dat je toch iemand ter verantwoording kan roepen en uiteindelijk ook met de zaak naar de rechter kan gaan. En dat is wat justitie betreft ook waarom een programma als Bureau Brabant zo belangrijk is. Bij deze zaak kon het niet zonder het publiek. Als de beelden nog net iets dichterbij waren geweest, hadden we misschien het kenteken kunnen lezen. Maar hier kregen we niet voor elkaar om die auto helder te krijgen wie die bestuurde. Het programma bestaat al 15 jaar en is een van de best bekeken programma's van Omroep Brabant. Een van de nieuwe presentatoren is Jiske van Pelt, die ook regelmatig in Opsporing Verzocht te zien is. Zij heeft al vaak gezien hoe het publiek de politie verder kan helpen. En vaak is het zo dat mensen denken, ja, dat ene ding wat ik weet is vast niet belangrijk of ze weten het al. Maar vaak helpen juist ook die tips een zaak op te lossen. In de loop der jaren zijn sociale media een grotere rol gaan spelen. En zaken komen eerder aan bod. En dat kan ervoor zorgen dat zaken sneller opgelost worden. Dus de tips die krijgen we nu eigenlijk in een eerder stadium dan dat we vroeger kregen. Omdat we die zaken nu sneller op televisie brengen. Toch is niet iedere zaak geschikt voor het programma. Bij zedenzaken bijvoorbeeld zijn we terughoudender van het uitzenden van beelden. Omdat de ervaring leert dat dan het publiek zelf op jacht gaat naar zo'n verdachte en hem zelf gaat veroordelen. Dat willen we voorkomen. We willen zaken oplossen, maar we willen niet krijgen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. En de bestuurder van de Audi? Die werd door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij moet een jaar de cel in en mag 3 jaar lang niet meer achter het stuur.